Goedemorgen. Hele goedemorgen. Vorige keer zijn we natuurlijk op pad geweest met een Focus 6 in de zoektocht naar een winterdaily. Toen gaf ik al aan, we gaan dit maar rijden met een Yaris GR. En hier zijn we. Ze weten er niks van, dus ik hoop dat ik mag. Maar we gaan kijken naar een Yaris GR. Jawel hoor jongens, de volgende auto in de zoektocht naar de winterdaily. We zijn op pad met een Yaris GR. Voordat ik jullie mee ga nemen in mijn proefrit, ga ik heel eventjes kijken of het thuis vond het ook een soort van goedkeurt. Ik heb het er namelijk een klein beetje in proberen te masseren. Ik ga proefrijden met een Yaris. Maar het wil nog niet echt werken, zeg maar. Wat vind je ervan? Klein beertje. Klein. Ja. Hij is inderdaad wel wat kleiner, ja. Hij ziet er wel heel stoer uit. Hij is wel dik, hè? Wow. Ja, gaaf. Hij is echt letterlijk vierkant, die auto. Hij is net zo lang als dat hij breed is. Ja. Is het wat? Of zeg je... Het is altijd leuk, want mijn moeder is zeker helemaal fan van de M4. En die schreeuwt al dag en nacht. Nee, die gaat nooit weg. Mag die wel weg, de M4 van jou? Nee. Nee. 10 is tussen gewoon. 10 is tussen. Jongen, jongen. Maar als ik je vraag om het te vergelijken met een Focus RS voor de winter? Ik zou een paar duizend euro bij leggen. En dan rij je een RS, denk ik. Nee, dit is duurder. Dit is nog duurder. Dit is een stuk duurder dan een RS. Dat zou ik zeker voor een RS gaan. Nou, gas met dat ding. Hier, huppakee. Het is zo kicken, toch? Ja. Oh man. Hier, dat gaat echt hard hoor. Al acceleratie zeg. Er zit 3 cilindertjes. Boom, 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 boom. Ja. Ik moet er nog eventjes horen hoe die van buiten klinkt, ja, natuurlijk. Goed. Ja, nou laat maar horen. Kijk eens. Dit is dus meteen mijn probleem. Het ding klinkt echt voor geen meter gewoon. En dan snap ik uiteraard dat het een 3 cilinder is, maar... Het is er natuurlijk net niet. Ik zeg heel erg eerlijk, voor het geld wat je ervoor betaalt en je vergelijkt het dan met de Focus RS, vind ik gewoon de Focus RS echt een stuk meer auto. Je kan hier echt maar met z'n tweeën in. Hij is een stuk kleiner, nou, dat wist je natuurlijk van tevoren. En het materiaal wat is gebruikt voor dit bedrag, voor echt een kleine auto, is gewoon dat ik denk, ja, dat is het net niet. Daar hadden ze net even wat meer mee kunnen doen, want deze kost 48.000 euro. Weliswaar met een andere intake, weliswaar met een ander audiosysteem van binnen. Snap ik allemaal, maar voor 48.000 euro kan je gewoon een hagelnieuwe Focus RS kopen op het moment. Dus... Ja, dat is lastig. Dus, bedankt Vaneman dat ik deze auto heel even last minute mocht proberen, ervaren. Want dat was sowieso super vet. Erg bedankt dat het last minute mocht. Deze staat weer veilig binnen. Ja jongens, daar zijn we weer. Het allermooiste stukje van Nederland. Circuit Zandvoort. Dames en heren, jongens en meiden. Een hele goede zonnige morgen. Het is hier misschien nog enigszins vochtig. Maar vandaag gaan we weer wat heel erg gaaf doen. Wij zijn namelijk uitgenodigd door Flexvak. We gaan een paar rondjes rijden op het mooie Zandvoort. En ik ga jullie vertellen waarom een baan in de autowereld misschien dichterbij is dan ooit. Het is trouwens echt schandalig zo vies als dat mijn auto is, jongens. Ik ben teruggekomen op vakantie een paar weken geleden. Toen heb ik een paar verschillende auto's gehad. En ik heb sindsdien nog gewoon geen tijd gehad om mijn auto te wassen. Weer gehaald kunnen worden. M2CS Racing bijvoorbeeld. En of we het nog een beetje kunnen, Zandvoort. Want de laatste paar keer assen, toen driften. En nu dus Zandvoort.
Ondertussen zijn we terug bij Tom. Tom is de eigenaar van Flexvak. En super bedankt sowieso voor de uitnodiging. Ja. Heerlijk joh, gewoon een hele dag stampen in een 325. Dat is sowieso al vet. Maar jij had volgens mij nog een soort van mededeling. Ja, weet je. Wij zijn hier vandaag om lekker te rijden. En we maken altijd gebruik van de gelegenheid om met Niels Langeveld dit te organiseren. Hebben we al vaker gedaan. En we nemen ook heel vaak mensen mee die voor ons werken. Ja, dus die mensen hebben vandaag bij mij in de auto gezeten onder andere. Precies. En bij jou. En bij mij. Dus die trakteren we en die bedanken we omdat ze al heel lang voor ons werken in de automotive. En stel je nou voor dat jij dat ook leuk zou vinden. En stel je nou voor dat je ook een rondje mee wil rijden met Sam of met mij. Dan daag ik je uit om naar onze website te gaan en naar onze open dag te komen. Want ja, we organiseren... Die zijn op welke data? 3 december. 3 december. In Breukelen. In Breukelen. 10 december in Culemborg. Ja, alle details overigens in de beschrijving. En wij nodigen je dan uit in de garage, high-tech omgeving. Helemaal speciaal voor elektrische auto's, maar ook gewone auto's. Om te kijken hoe het is om daarmee aan de slag te gaan. Ik ben er ook bij. Laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Ik hoop jullie daar te zien. Ton is erbij, ik ben erbij. Dat wordt sowieso super gezellig. En dan binnenkort wellicht samen op het circuit. Kijk, staat hier nog geen jongens. Helemaal aan het einde begint Tarzan. Niemand. Om een schatje. Oh jongens, dit was echt een kikke dag. Gewoon de hele dag. Ik heb voor maar 2,5 uur gereden met de 325i. Super veel geleerd. Echt loeihard gereden met die auto. Echt een topdag. Flexvak, onwijs bedankt voor de uitnodiging. Binnenkort is de promotiedagen. Ik ben erbij. Ton is erbij. Supergezellige vent. Eigenaar, zoals ik zei. En wij gaan nu lekker naar huis. We zijn zoals ik al zien bij EM Wheels. Hier hebben we de Smart van Eefje langsgebracht voor nieuwe wielen. Het is super vet geworden. Ik ga het jullie laten zien. Dit is echt lachen. Ben je al aan het glimmen bij je Smartie? Vet hè? Het is wel goed geworden hè? Ja. Oh, het zag er echt niet uit, maar dit is echt vet hè? Een beetje een soort brons-goudachtig iets. Ja, maar dat echte goud was echt, dat was echt goed. Nee, dat had echt maar bij jou gepast. Nee. Je hebt wel gewoon helemaal goud. Nee. Ja, het is wel echt cool. In de zon wordt het nog iets meer goud. Nu is het natuurlijk binnen donker. Ja, hij is ook vies, ja. Kijk jongens, dit is echt een vette kleur, hè? Zo hebben we toch nog wat gaas gedaan met je autootje, hè? Ja. Wat next? Spoiler? Hè? Huh? Spoiler, kuipstoelen. Ja, sowieso nieuwe stoelen. Nieuwe schaalstoelen erin. Ja, ja. Dat is wel. Over de perfecte two-guard garage, maar dat wij toch wel een eind zijn hoor. Wel goed hè, dat is Smart. Smartie erbij voor de stad. En vier erbij. Is goed hè? Top. Happy? Ja, zeker. Happy?